Opnieuw een zware klap voor het politiekorps van Luik. Maandagochtend is een agent in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht naar een scheetpartij. Die vond even na 8:30 plaats in de Rue de Visée in Luik. Politieagenten wilden de bestuurder van een auto controleren. De auto stond geparkeerd naar de weg, maar het leek erop dat de bestuurder achter het stuur was aan het slapen. De man greep naar een wapen en schoot de politieagent neer. De collega van de neergeschoten agent schoot de bestuurder vervolgens dood. De neergeschoten politieagent werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en daar ging zijn situatie al snel achteruit. Het is opnieuw een zware klap voor het politiekorps van Luik. Vorig jaar was er in die plaats een aanslag en daarbij kwamen twee politieagenten om het leven. Over de toedracht van de dodelijke schietpartij in Luik van maandagochtend is nog niet veel bekend. Zo is niet duidelijk waarom de bestuurder van de auto naar een wapen greep.